oude raadzaal van het oude gemeentehuis van de oude gemeente Schagen was dinsdagavond het toneel van een protest. Een protest van de oppositiepartijen in Schagen die daar hun eigen raadsvergadering hielden. Ze maakten zo een statement naar de coalitie en het college. Aanleiding was de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Toen stelde de oppositie veel vragen over slot Schagen, maar het college gaf geen antwoorden. De oppositie voelde zich buitenspel gezet en sprak van een aantasting van de democratie. Uiteindelijk ging de echte begrotingsvergadering dinsdagavond niet door, dus van een echte boycott was geen sprake meer. Toch waren de oppositiepartijen tevreden over de avond. Het is voor een gemeenteraad en de gemeente om zich heel vreemd dat je geen begrotingsvergadering houdt. Het is toch meestal dé vergadering van het jaar. Dus wat dat gaat hebben we wel degelijk geboycott. Alleen de coalitiepartijen en het college hebben gemeend toch een vergadering te gaan beleggen met ook de oppositie over de begroting. Wat wij gaan doen is, wij gaan in eerste termijn nog helemaal niet hoeven wij niks te zeggen. Want wij leveren alles wat hier vanavond wordt gezegd, wat we hebben zelf verteld, wat we inbrengen, brengen wij keurig in. En daar kan de oppositie rustig naar kijken en de coalitie en het college kunnen daarop gaan reageren. Dat betekent dat er vanavond ook gewoon over moties en amendementen wordt gesproken, denk ik? Er worden ook moties vanavond ingediend door partijen, dus dat gaat ook gebeuren. Amendementen, dat zal pas, dat is normaal gesproken in een later tijdstip bij de behandeling van het agendastuk. Dat denk ik niet, maar er komen wel moties aan de orde vanavond. Gaat dit een gewoonte worden als de oppositie zijn zin niet krijgt dat jullie apart gaan vergaderen? Nou, laten we vooropstellen dat we hier niet trots zijn. Ik bedoel, het mag geen gewoonte worden, maar ik zeg je wel, dit gaat wel een gewoonte worden, in een andere vorm. We hebben wel met elkaar afgesproken. Wij moeten kijken om als oppositiepartijen meer naar de burgers toe te gaan en dit soort bijeenkomsten in dorpen te gaan houden. Dus ik sluit niet uit dat u meer van dit soort bijeenkomsten gaat meemaken, maar niet gelijktijdig met de raad. Maar dan zijn het meer soort informatie-discussieavonden met bewoners? Nou ja, in het kader van die participatie, wat je terecht zegt, het discussieavond met de bewoners. Vragen ophalen bij bewoners, informatie ophalen bij bewoners. En dan moeten we alleen nu zorgen dat ook die informatie, die vragen, op een plek krijgen in de organisatie. En dat ze dan ook straks serieus worden behandeld en meegenomen. Ja, dat maakt dit soort avonden des te belangrijker. En dan hoeven we niet te wachten op verkiezingen. Zou ook eigenlijk altijd zo moeten. Hè? Het is jammer dat vorige week dinsdag hier de aanleiding voor is. Ja, dat klopt. Dat is jammer. En misschien moet je als gemeenteraad wel gaan besluiten om minder te gaan vergaderen in het gemeentehuis. En meer dit soort avonden te gaan organiseren en dan breder. Het zicht op de markt in de oude raadzaal. Dit is met een volle bak volgens mij een heel helder statement en een goed verhaal. De belangstelling voor deze avond boven verwachting? Ja, we kunnen er volgens mij niet meer mensen in. Dus we zijn blij dat er niet meer gekomen zijn. Ja, dus je moet altijd maar afwachten. Het blijft politiek en het blijft rot weer buiten. Dus het is boven verwachting. Ik vind het erg leuk. Ja. Jullie hebben deze avond om een statement te maken richting college, richting de coalitiepartijen. Is dat statement nu gemaakt? Ja, het statement is gemaakt doordat wij nu hier staan. Het statement is gemaakt dat er eigenlijk nu een begrotingsdebat had moeten zijn in het gemeentehuis. Dat gaat niet door. Ik denk dat wij hier nu een goed verhaal hebben. Zo. Ik vind het sowieso wel prachtig wat we gerealiseerd hebben met alle oppositiepartijen. Wat we in een paar dagen teweeg hebben gebracht. En als ik nu kijk naar de zaal en ik zie hoe vol het is, ik zeg, dan geeft mij dat een goed gevoel. En de vragen die de mensen stellen is relevant. De mensen die voelen zelf ook aan dat ze, dat ze serieus genomen worden. En wat mij opvalt is al een van de eerste klachten die uit de zaal kwam. De klacht waar ik de afgelopen raadsvergadering ook een agendapunt voor de commissie heb proberen te regelen, en dat gaat ook gebeuren, is dat de communicatie van de gemeente naar de burgers toe, ja, cru gezegd, niet goed is. Die is eigenlijk waardeloos. En daar moet duidelijk wat aan gebeuren. Dat is een van de onderwerpen wat in eerste instantie al op tafel kwam vanavond. Nou, ik ben heel tevreden. De zaal zit vol, dus meer hadden we niet kunnen hopen, denk ik. Statement bij deze voldoende gemaakt. Nou ja, dat komt zo meteen nog als we het over de begroting gaan hebben natuurlijk. Het statement staat, maar straks gaan we ook nog wel wat inhoudelijk vertellen. En dat gaan we dus ook meegeven aan het college nog. Maar dat wordt meegegeven aan het college om er straks in de echte raad in de begroting nog een keer over te praten, denk ik. Hè? Nou, wat mij betreft ga ik er niet meer over praten. Er zijn die mensen van het college die kunnen dit meenemen. En als ik het nu zeg, dan ga ik het volgende week niet nog een keer zeggen natuurlijk. Dat is onzinnig. Ik ben heel blij met de opkomst. De mensen tonen toch echt interesse in het wel en wee van deze gemeenteraad.
We waren kennelijk ook allemaal een beetje benieuwd hoe het zou gaan. Nieuwsgierigheid. Maar ik denk dat... ik heb in ieder geval geleerd dat ons plan om die raad op een wat andere manier te houden. En een beetje buiten de kaders van het gemeentehuis te gaan denken en te gaan handelen. Dat het een goed initiatief is. En dat het voor herhaling vatbaar is. Krijgt een vervolg? Ja, natuurlijk. Dit krijgt een vervolg. Tenminste, als de partijen zich houden aan hun belofte. Hè, dan moet je ook nog wel eens wachten. Maar dit geeft heel veel stof om over na te denken. En ook over na te denken hoe we het anders moeten gaan doen als gemeenteraad. Ik ben blij dat er toch zoveel mensen zijn gekomen. En ik denk dat het heel goed is geweest om met de mensen in gesprek te gaan. Absoluut. Ja. Jelle Beems de Boer, een coalitiepartij aanwezig hier op de statement raadsvergadering van de oppositie. Jouw eerste indruk? Nou, ik was eigenlijk gekomen om te luisteren vanavond. Dus dit is het eerste wat ik mag zeggen. Dat is nog even wennen, maar vooruit dan maar. Ik was heel blij met deze avond. Ja, uiteindelijk is het gewoon goed dat de raad een statement heeft gemaakt dat ze dit niet laten gebeuren. Het is gewoon een vervelende vergadering geweest afgelopen dinsdag. De sfeer was goed vanavond, de opkomst was goed vanavond. En ik denk uiteindelijk dat het ook wel weer goed is voor de positionering van de gemeenteraad. Dat er zo'n avond is geweest nu en dat vanavond ook de sfeer was van oké, nu gaan we weer verder kijken met elkaar en we gaan gewoon weer bouwen aan de gemeente Schagen, want daar zijn we uiteindelijk allemaal voor benoemd. Maar er gaat op basis van vorige week dinsdag en vanavond wel iets veranderen in de raad? Nou, ik heb voor mezelf in ieder geval voorgenomen, dat heb ik ook uitgesproken, ook bij jou in het programma trouwens, dat ik beter wil letten op het bewaken van de democratische rechten van de raad tijdens de raadsvergaderingen. Dat is voor mij iets waar ik zelf aan wil werken. Tevreden oppositiepartijen tijdens de protestraadsvergadering dinsdagavond. Het statement is gemaakt. Maar er hangt nog wel een vertrouwenskwestie in de lucht. Vertrouwen tussen de oppositie en de coalitie, tussen de oppositie en het college en vertrouwen in de wethouders. Woensdagavond is er een gesprek met burgemeester Van Kampen die gaat proberen het vertrouwen weer terug te krijgen. Maar of dat gaat lukken? Ja, dat is heel erg moeilijk. We hebben vanavond ook een stukje voorbespreking gehouden. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat wij een beetje gevoel krijgen met het waarom en hoe het gegaan is zoals het gegaan is. En dat is dus althans voor wat Marianne Van Kampen betreft. En het moet gewoon even een open verhaal zijn dat ze niet alleen voorzitter is van de raad, van het college, maar ook van de oppositie. Dus, maar dat is al wat ik al eerder gezegd heb. Ik hoop dat wij na morgenavond met Marianne Van Kampen op een nette manier door kunnen. Ja, en dan hebben we nog onze portefeuille houden bouwers. En dan moeten we dan, laten we maar even zien hoe we daarmee omgaan. En hoe zouden we daarmee moeten omgaan? Nou, ik denk dat er maar één weg is, dat is een aftocht. En ik denk dat we dat gewoon, dat we daarvoor moeten zorgen. Kijk, dit had allemaal niet nodig geweest. Als de heer Bouwers gewoon de vragen had beantwoord. Zo moeilijk is dat niet. En als hij gezegd had van jongens, ik kan vanavond de vragen niet beantwoorden. Maar ik ga de vragen morgenavond beantwoorden bij een tweede raad. Was alle lucht was eruit geweest, alle ellende was eruit geweest. Dan hadden wij gewoon de andere avond hadden we de vragen aangehoord. En dan had de hele toestand eigenlijk niet nodig geweest. Maar wij zijn allemaal geschaad omdat wij geen vertrouwen in de wethouder hebben. En ik kan dat vertrouwen nog herstellen als het aan de seniorenpartij ligt? Dat weet ik niet. Dat hangt van de komende periode af. Maar het is heel moeilijk. Het ligt heel moeilijk. Nou ja, hangt er helemaal vanaf hoe zij zich in de toekomst zullen gedragen. Ik denk dat één gesprek daar een stap naar kan zijn. Maar in één gesprek los je dat niet direct op natuurlijk. Maar in het vervolg zullen ze gewoon ons meer serieus moeten gaan nemen. Ze moeten vragen gewoon direct beantwoorden. En anders dan blijft het vertrouwen weg. Anders staan we misschien over een half jaar wel weer in deze oude raadzaal van het oude gemeentehuis van de oude gemeente Schagen. Ja, laten we hopen dat we dat niet hoeven te doen. Maar als het nodig is, dan moet het. Dat gaat goed aflopen. Ik ben er zelf niet bij, want ik moet een aantal andere ballen in de lucht houden, zoals het tegenwoordig heet. Dus ik ben helaas verhinderd. Maar we hebben het goed doorgesproken en we zitten op één lijn. En om even in de commissie van wijzen, ja, God, de neuzen staan allemaal dezelfde kant op en we kijken alleen naar de toekomst. En gaat die toekomst er met dit college en met deze burgemeester goed uitzien? Nou, met deze burgemeester zeker. Met het college ben ik niet zo zeker, want die heeft heel veel averij opgelopen. En dan druk ik mij nog zacht uit. Ik denk dat er nog wel een harde dobber gevochten moet worden. We zijn er nog niet. Ik bedoel, de zaak met mevrouw Van Kampen, dat lost vanmorgenavond wel op. Daar ben ik niet te bang voor. We hebben nog het motie van wantrouwen ten opzichte van een wethouder. Ja, dat is nog niet uit de lucht. Dus daar moeten we nog wel wat mee gaan doen. Hoe en in welke vorm,
Dat weet ik niet. Maar dat zal morgenavond wel een van de onderwerpen zijn waar we heel uitgebreid bij stilstaan. Maar gaat het goed komen, het vertrouwen tussen oppositie, coalitie en college? Het vertrouwen tussen de coalitie en oppositie gaat wel weer goed komen. Ik merk dat de laatste dagen dat we elkaar beter hebben gevonden. Dus dat is wel een voordeel. Je stelt meteen een vraag aan het college. Ja, ik wijs er toch wel op dat het vertrouwen op wethouder Bouwers, die is bij ons zo geschaad. Ja, dat is niet morgen beter, dat is over een maand niet beter. Daar ben ik heel bang voor. Ik denk dat we daar als weldenkende mensen allemaal gewoon goed uit kunnen komen. Omdat we voor het beste voor deze gemeente willen gaan. En dat kan alleen maar als je samen goed door één deur kan. Met burgemeester Van Kampen, goed door een deur is één. Maar er is ook nog iets tussen de oppositie en het college. Ja, daar hebben we wel nog een probleem inderdaad. En dat zal morgenavond ook aan de orde komen. We zullen toch daar moeten onder ogen moeten zien dat er een wethouder zit waar wij geen vertrouwen in hebben. En dat daarmee het vertrouwen in het gehele college wordt geschaad. Ja, daar zullen we ook achter de deuren morgen over hebben, ongetwijfeld. Ja. Kan dat vertrouwen nog terugkomen? Je bedoelt in die wethouder? Nee, dat is voor mij weg.